Vertel een beetje, hoe gaat het de avond eruit zien? De avond gaat eruit zien, ja, het is eigenlijk net als voorgaande jaren. Ja. We starten hier en dit is dan het eerste dat we hier starten. En dan rijden we zo meteen begin Venestraat. Ja. En dan gaan we naar de haven toe en dan is het gewoon met elkaar de ludieke race rijden. Ja, we zijn hier vorig jaar eerst daar verzamelen, eind Veenstraat en ook inschrijven een beetje. Die locatie is dicht gegaan. Okay. Het zit nu allemaal hier, ja. Dus daarom hebben we besloten om het gewoon dit jaar hier te doen. Ja, ja, ja. De deelnemers, want het is bloedheet weer, heeft dat nog invloed op het aantal? Ik denk dat we dit jaar met hele grote schalen komen, ja. Ja? Ik denk wel dat het invloed heeft. Ja, er zijn strakke regels, hè. Kun je er een paar noemen die in het oog springen? Er zijn best wel strakke regels, dus sowieso de snelheid overschrijding van 35 kilometer mag niet overschreden worden. We hebben met elkaar geen dronken personen op parcours. Tenminste, je mag wel best wel wat op hebben, maar niet te veel. Dat je gewoon geen gevaar vormt voor anderen. Ja. Maar we rijden natuurlijk op een afgesloten parcours. Ja. En gewoon rekening houden met elkaar en gewoon een gezellige rit van maken. Want we rijden niet om de snelheid. Als de zandlopen leeg is, is de wedstrijd afgelopen. Dat ja, maar het is toch een beetje wedstrijdelement of zien ze dat niet zo? Nee, zo wordt het eigenlijk in Spakenburg niet gezien. Het is gewoon met elkaar een rondje rijden en is de zandlopen leeg, is de wedstrijd afgelopen. Ja, ja. Of je nou 20 rondjes gereden hebt of je hebt 6 gereden, maakt niet uit. Heel veel mensen komen te kijken, de temperatuur maakt niet uit. Degene die buiten de hekken staan, doen gewoon lekker een borreltje, want er is plek zat en borreltje zat. We gaan eens kijken hoe ze zich opstellen en het defilé op weg naar de haven. Druppels water als 2. Oh, dat is de bedoeling. Oké. Okay. Stond een beetje een Delfts blauw teken, toch? Nee, dat was tegeltjeswijsheden en spreekwoorden en gezegden. Oké. Maar jongens, even over de temperatuur. Ademt het een beetje? Nou, een heel klein beetje. Het is echt snikheet. Ja. Ik doe dan een jaar of 15 mee. Ja. Gosje, mij dan helemaal. Heerlijk, joh. Ja, dit is wel super. En nog blauw ook. Ik weet niet of het iets te maken heeft met blauw of rood. Maar laat me gewoon zeggen, deze meiden gaan hartstikke veel gezelligheid maken. En we gaan kijken of ze onderweg kunnen oppikken. Want ze rijden naast elkaar, dus het moet makkelijk kunnen. Ontzettend veel succes. Dankjewel. Hij zocht een beetje kale mannen. Waarom kaal? Ja, dat zei hij net. Ik ga met alle kale mensen. Ik ben een harde kaal, hoor, wat dat betreft. Dus, Gaat ooit. Ja, nee, drinken mag niet van de politie. Je bent een belangrijk van de uur vanavond, hè? Belangrijk figuur vanavond, hè? Dat hoop ik wel, ja. Hey Geurt, waar let je speciaal op? Mensen in klederdracht. Oké, okay, hartstikke mooi. Diverse pluimage, daar let ik op. Maar het gaat over, hoe heet het, Delfts blauw, hè? Ja, dat weet ik. Nee, het thema is tegeltjeswijsheid. Wat verbeeld jij? Oh, de appel. De appel valt niet ver van de boom. Oké. Okay. En heb je daar over nagedacht of kwam er zo in je op? Nou, meestal is het altijd op de dag zelf. Maar de spreuk had ik al. Maar hoe ik het ging aanpakken, mijn kostuum, dat gaat altijd op de dag zelf. Dat hoort erbij. Nou, hier hebben we Mr. Solex. Mr. Solex. Ja. Jan, ja. Je Solex, waar staat hij? Thuis. Je slaat een keer over? Ja, ik ga nu met de tuk-tuk vooraan rijden. Oh, jongens. Ja, je moet weer. Dat, misschien wordt het volgend wel jaar een tuk-tuk rally. Oh, dat is leuk, dat is leuk. Je bent van die initiatieven, hè? Daarom, we gaan altijd als eerste gaan, hè? En ik zei net, het gaat over tegeltjeswijsheid. De politie, die zei altijd, ja, het is een beetje ingewikkeld, want mensen gaan allemaal op straat weg. Ja. Hoe is het verder met de organisatie? Heb je daar zicht op? Nee, heb ik helemaal geen zicht op. Nee. Geen idee. Nee. Ik weet nog helemaal niet hoe ik moet rijden, dus ik ga het nu een beetje eerder horen. De Venestraat en dan jouw kant op, zeg maar. Ja, die kant. We gaan in ieder geval naar de haven. Is er nog een beetje muziek bij of is het normaal hier? Hè? Geen idee eigenlijk, nee. Ik heb zelf ook. Dat was een eigen lied, de Solex Race in Spakenburg. Ik zocht het al op, maar ik kon het niet vinden. Wat denkt u dat mijn rol is? Ja, een heel belangrijke rol als je natuurlijk van de politie bent. Van de handhaving. Oh? Ik zorg dat alles in goede banen geleid wordt. Ja, want je collega was een beetje ongelukkig. Wat, mijn collega? Ja. Collega? Ik heb gesproken. Waarom bent u ongelukkig? Wie? Gelukkig? Ongelukkig. Vanwege de veiligheid op straat. Nou, gewoon voor een aantal verkeer langs hier rijden. Ja. Dus je moet nog even die twee trucks. We gaan het even afzetten. Ja, daar staan we hier afzetten dan. Ja, nou, dat is allemaal wel. Je houdt zo je hand omhoog en dan stoppen ze misschien wel. Ja, dat komt helemaal goed. Buurvrouw? Ik ben hier buurvrouw, ja. Oké. Maar wat trekt u aan in de Solex race? Oh, nee, ik heb niks. Alleen ik wil het alleen maar zien. Hier op deze staat, liefde maakt blind, maar als je getrouwd bent, gaan je ogen wel open. Ja. Dit, zoals hier, heb ik nog niet meegemaakt, maar het is altijd hartstikke gezellig. Hoe komt dat? In Biggenkerken zijn er ook altijd meer dan 100. En dat zijn, er zijn zelfs de gekste verkleedpartijen, zie je daar. Dochter, ben je ook gegrepen door het Solex-virus?
Nee. Maar je doet wel mee? Ja, ja, ja. Maar zelf hoef ik er geen eentje hoor. En dan je paps en je mams zijn helemaal van de Solex. En gaat het gesprek alleen maar over Solexen? Nou nee, maar mijn vader wilde wel graag dat ik erop rij hoor. Oh ja? Ja, dan moet hij in één persoon Solex kopen voor je. Nou, die staat op zolder, zegt hij allemaal, maar ik heb hem nog steeds niet. Hij is nog steeds niet klaar. Oh, maar als je 16 bent, dan mag je er toch wel op rijden? Ja, moet ik eens mijn rijbewijs. Ja goed, een Solex. Heb je dat nog niet? Nee. Ben je nog geen 16? Jawel. Wat let je? Moet ik geld hebben voor een rijbewijs. Moeder! Moeder! Kun je de Solex rijbewijs regelen? Hé, hey, maar voor jou ook later een eigen Solex? Nou, ik ga ook gewoon voor mijn auto, hoor. Dat lijkt me wel beter. Dus ik mooi droog. Ja, we letten speciaal op die dames op de drie persoons. En dan gaat de kerstman. Even kijken. De dames in het blauw. Ja, die komen daar aan. Ja, ja. De dames in blauw, daar zijn ze. Ja. Ja, waar zijn de dames nou met z'n drietjes? Met z'n tweetjes zijn ze er wel. Ja, en zo gaan ze richting Spuiplein. Le Mans start. Dat ze dus hun Solex moeten opzoeken. En dat ze dan gelijk gaan rijden. Ja, dat komt eerst al. Ja. En als je natuurlijk als eerste weg bent, dan heb je natuurlijk grote krans. Iedereen ziet hier voorbij komen. We letten speciaal op de dames in het blauw. Want er zijn bepaalde deelnemers. En we zoeken natuurlijk de dames met drie op een Solex. Maar die weten niet hoe lang je de plak kan leggen. Dus dat. Die mensen zijn we nu voor. Even kijken hoor. Die hebben we gesprek. Moestad. Kaal is klasse. Daar komt Sinterklaas, de kerstman, wie het ook zijn mag. En kennen jullie ook een zijn toch wel heel veel Solexen. Kennen jullie ze? Kunnen jullie ze eruit plukken? Alleen de dames. Oh, komt wel. Ik zie er wel een paar. Hier staat het met z'n drieën, daar komen ze aan, daar komen ze aan. Ja, met z'n drietjes. Daar in het blauw, in het blauw. Als twee druppels water, mooi hè. Ja, als je natuurlijk als laatste weggaat. Ja, kijk, daar komt ie. Ja. 20, houd hem maar in de gaten. Is ook best grappig. Maar ik heb eigenlijk geen mening. Het enige wat ik moet doen is degene die over de finish heen komt, die mag ik afleggen. De rest is voor jullie. Dat is mijn taak. Laat me nooit zien. Hij is ook leuk, hè? Oh, het remmen. Gaat het onder de geld al aan. Ik laat het niet meer. Kijk. Niet leuk, ouwe. Als de papieren maar droog blijven, dan mag. We hebben nog een rondje op. Jongens, we zijn er aan nog altijd. We zullen zo stoppen. Dat goed? Ben jij de welbegeerde Solexmotor? Dankjewel. Ik wens je een hoop plezier om te laten volgend jaar even jouw erbij schrijven. En geef hem een mooi plekje. En laat een heel de zolder erbij. RTV Bunschoten. Krachtig, onafhankelijk en lokaal op social media en rtvbunschoten.nl.